Hoi allemaal, leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video in het nieuwe voetbalseizoen 2019-2020. We zijn terug van weg geweest. Vandaag dus een thuiswedstrijd. We hebben afgesproken met de 10-jarige Kirsten, speelster van VV Nunspeet, onder de 11. En steeds dichterbij haar ultieme voetbaldroom. Veel kijkers hier. Kirsten, wij kennen elkaar natuurlijk al een beetje. Hoe gaat het met je? Goed. Ja. En waar voetbal je? Bij de KNVB! Ja, ik pak gewoon even de microfoon erbij. Waar was dat precies? Vlak bij Apeldoorn, Loenen, in die plaats ergens. Was dat moeilijk? Begin wel, maar daarna ging het wel steeds makkelijker. Dat went, hè? Als je zo'n hoog niveau hebt als jij, dan went dat gewoon. Ja, klopt. Ik heb gehoord net dat jij dit jaar heel goed je best moet doen. Ja. Dan kom je volgend jaar gewoon bij. Klopt, hè? Ja. Zeg maar gewoon. Dat klopt. Ik ben dat tuurlijk klopt dat. Ja. Je komt er gewoon bij. Eén jaartje Nunspeet, ja. En dan volgens KNVB en dan meiden onder 12. Ja, klopt. Ja, klopt? Ja. Goed zo, met overtuiging, hè? Ja. Heb je er zin in? Ja. Gaan we beginnen? Ja. Oké, let's go dan. Neus, was dat niet eng? Het was wel gewoon niet vervelend. Even nieuw, hè? Ja, even nieuw. Je hebt de afgelopen maanden bij de KNVB meegetraind. Hoe ging dat? Ik vond best goed gaan zelf eigenlijk wel. Je vond het goed gaan? Ja. Heb je dingen die er beter konden? In het begin wel, maar aan het einde waren er nog maar een paar. Toen was je eigenlijk goed gewend en dan ging het wel vanzelf eigenlijk? Ja. Weet je al of je door bent? Ja, dat weet ik niet. Ik ben een jaar te jong, dus ja, volgend jaar nieuwe kansen. Op een schaal van 1 tot 10, hoeveel zin heb jij in het nieuwe seizoen? 10. Journalistiek, weet je wat dat is? Iets met journaal of zo. Ja. Nou, vorig jaar heb ik een paar wedstrijden bij je gekeken. Ik weet niet of je mij ook hebt gezien. Nee. Nou, dan ben ik dus echt perfecte scout. Maar toen stond je in de verdediging, klopt dat? Ja. Is dat ook een positie waar je je op wil focussen of ga je ook liever op middenveld of in de aanval spelen? Ja, middenveld vind ik wel leuk, maar meestal in het begin sta ik heel vaak verdediging en daarna sta ik middenveld. Maar ik vind verdedigen denk ik wel het leukst. Is het dan ook wel zo van, het maakt eigenlijk niet zoveel uit waar ik speel, als ik maar speel? Ja, maar ik wil niet echt niet in de spits. Dan, waarom niet? Dan ben ik gewoon niet goed in. Scoren is het leukste dat er is, hè? Ja, weet ik. Maar... Ik kan het je leren. Ja. Die dat is Messi, hè? Gewoon Messi, kijk eens. Ja. Tot nu toe geeft de mediatraining een mager zesje. No way!
was het al, meneer? Wordt leuk? Ja. Echt waar? Ja. Goed zo. Hey, blijf vooral lekker goed doortrainen. Plezier houden in het voetbal. WK 2027 is voor jou, hè? Klopt. En dan komen wij ook op show nieuws, omdat we jou hebben ontdekt. Ja, okay. We waren net het laatste, even voor de KNVB gespeeld. Maar, ik ben hier. Ja, precies. Dus in principe zijn we dan weer op tijd. Ja. Ja. Hey, deze is voor jou. Okay. Mag je houden? Okay. Vond jij dit nou een leuke video? Geef dan een blauw duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op YouTube. En ons te volgen via Instagram, Tom de Trainer. En dan zie ik jullie de volgende keer. Doei doei!